Hey girls, dit is geen make-up of beauty filmpje of review of haul. Ik dacht, ik heb heel veel dvd's thuis en ik hou nogal van films kijken. En ik had zo'n idee, laat ik eens een filmpje maken, gewoon voor de gein om te kijken of jullie dat vinden. Dit wordt een soort van, ja, ook een review-achtig iets van een film. En als jullie een film zoeken of er vragen over hebben, dat het dan bij mij gevraagd kan worden. Dat ik dan misschien jullie kan helpen met het vinden van de film die je zoekt. Of ja, waar je iets over wilt weten. Want ik heb een hele verzameling. En ik ga ze niet allemaal laten zien. Ik kan je alleen zeggen dat er meer dan 500 zijn. Ja, 500, ik weet het. Dus ik denk, we gaan eens gewoon een proeffilmpje maken om te kijken hoe het bevalt en of het leuk is en wat dan ook. Ik pak maar gewoon een film van de stapel die ik hier al aan de zijkant had leggen. En dit is de film Rieker. Ziet er zo uit. Het is een horror. Hij heeft een leeftijdscategorie, 16. Dit omdat er dus veel angstige dingen en grof geweld in voorkomt. En ik vind ook dat er semi-naaktheid in voorkomt. Voor jongere kinderen dan, vergeleken voor mij is het eigenlijk piece of cake wat ik zie. Dit gaat over een groep studenten, 5 stuks, die met hun auto onderweg zijn naar een feestje op een verlaten weg. En dat is natuurlijk gewoon al een fout idee, een verlaten weg. En ze rijden langs een auto in de berm die verongelukt is en ze rijden gewoon door, want het was verder niet of meer te zien. En op een gegeven moment krijgen hun zelf autopech en ze moeten dus bij een motel stoppen ze. Om dus iemand te kunnen bellen om een auto te laten maken. Een motel ziet er nogal shaggy uit. Het ziet er al. Ja, het is gewoon geen motel waar je snel heen zou gaan als je zelf pech hebt. Het is gewoon echt zo'n louche-achtig, motel-achtig iets. En ik zou hem snel skippen als ik hem was, maar ja, dat doen ze dus niet. En in de nacht. De eerste nacht ze daar blijven, want ze blijven er maar één nacht, gebeuren gekke dingen. Een van de gasten ziet dan een vrouw in zijn kamer. Of, ik weet niet of het een meid of een jongen was, maar iemand zag dus een vrouw in de kamer. In een hokje. Bij de wc volgens mij. Dingen op de muur krassen en dat soort dingen. En op een gegeven moment als ze de deur dan weer open doen, is die vrouw er niet meer. Weird. Ik weet het. Dit speelt gewoon eens echt in ook op je psychologische gedachten en dingen. Er waait dus iets rond. Dat is moord. En dat is dus de Rieker. Als hij in de buurt is, dan stinkt de lucht. Het is gewoon een stank. Je moet dan denken aan. Ik denk aan zwavel. Gewoon zwavel, rotte eieren. Die kant op. Iets wat gewoon aan het rotten is. De studenten proberen dus te ontsnappen. Of het ze lukt, vertel ik niet. Dat is aan jullie om te zien. Als jullie niet willen zien, moet je zelf helemaal weten. Ik vind hem een aanrader. Ik ben een horrorgek. Dus ben je geïnteresseerd, schrijf Rieker op je lijst en ga hem kijken, zou ik zeggen. Hij is echt gewoon super. De volgende horrorfilm, maar laat ik deze, die ik hier op mijn stapeltje heb, is een film genaamd Slither. Nou, ik kan je vertellen, de voorkant ziet er al uber goor uit. De film is goor, maar niet dat ik zeg van jongens, kruip achter je kussen of
Zorg dat er iemand in de kamer is. Niet zo eng, vind ik. Het is gewoon heel veel sci-fi zit er eigenlijk in. Heel veel dingen die gewoon niet kunnen. Wat bij de vorige bijvoorbeeld wel kan. Het is psychologisch en dat merk je aan het einde. Wat er aan de hand is. Dat kan wel. Deze film. Niet mogelijk. Dus hier moet je van houden. Deze heeft ook een leeftijdsbegrenzing. Ook weer 16 jaar, zoals altijd. Dit omdat er angst in zit, grof geweld en grof taalgebruik. Deze film, staat hier dus achter, is van de makers van Dawn of the Dead. Nou, ik kan zeggen, ik vind Dawn of the Dead beter dan dit ding. Je moet wel een beetje denken, ja, het zijn geen. Ik zou het geen zombies willen noemen eigenlijk. Er staat hier zombies. Maar nee. Het zijn geen zombies. Het zijn gewoon mensen die ja, overgenomen zijn. Ik weet niet hoe ik het moet vertellen. Het is vreemd. Het heeft iets met die achtelijke vieze wurmen te maken die je hier op de voorkant ziet. Die vieze wurmen. Ja. Daar heb dus iets mee te maken. Dus ja, hier moet je van houden. Ik vind hem niet zo. Daarom weet ik niet of ik er veel meer over moet vertellen. Ik kan het wel een beetje in het kort doen. Klein dorpje. Ze komen bij het rendierseizoen aan. Ze mogen schieten, het jachtseizoen. Dat gaan ze groots vieren. En een van die gasten, hoe heet hij ook weer? Stella, ik weet niet meer waar hij heet, maar de vieze vent in ieder geval, de oorzaak, die gaat volgens mij een ex-vriendin, minnares, ontmoeten. En onderweg in de bossen komt hij iets tegen en dat maakt hem ziek. Dat infecteert hem met iets en het is niet zeker wat. En die vriendin waar hij naartoe gaat, die ja, ik zou niet zeggen besmet die, maar zij wordt dus moeder van al deze kleine kringen. Zij barst gewoon letterlijk uit elkaar door die beesten. En deze leuke klerenwurmpies, om het zo te zeggen, die ja, die gaan het dorp in en die nemen bezit van mensen. Dat is het, ze nemen het bezit van hem. En steeds meer mensen vallen ten prooi. Er blijft maar aan het eind van een heel klein groepje mensen over. Ik zeg niet hoeveel. Dat moet je zelf gaan uitzoeken. Door om te kijken als je wilt. Dus hou je van dit soort films. Zet hem op je lijstje om te kijken. De volgende film die ik hier heb. Weer. Is dat horror thriller? Is het? Allebei een beetje. Ik heb onder horror gedaan. De Amityville Horror. Dit is een remake. Ook weer 16 jaar. Vanwege geweld, angst en taalgebruik. Er zit hier sowieso één grote naam in. Dat is Ryan Reynolds. En hij speelt George Lutz. En daar is hem ook bekend voor. Ik weet zo snel niet meer waarvan. Zij. Zij speelt Kathy Lutz. En dit gezin komt dus in het huis waar de familie Defoe heeft gewoond. En het is een echt gebeurd verhaal van de Defoe's. Dus weet je het niet, google het. Het is een lang verhaal, soort van. En ja, het is waar gebeurd. Nou, kort, van lang verhaal kort te maken. Ze komen in het huis van de voormalige Defoe's. Die op één persoon na allemaal dood zijn.
Het begin gaat goed, maar na een tijdje hoort hij gekke dingen. Hij. Georgelets. En zij wordt er bang van, zodat de priester komt om het huis te laten inzegenen en al dat dingen. En zelfs dan gaat het fout. Het is niet. Het eindigt niet zoals het echte verhaal. Dat kan ik jou vertellen. Dit speelt eigenlijk al, zoals die achterop staat, een jaar na de moord op in het huis. Dus ja, ik weet het niet. Superfilm. Moet je van houden. Aangezien het een waar gebeurd verhaal is en ik helemaal gek ben van Ryan Reynolds. Woehoe. Vind ik het een leuke film. Dus ja. Ken je op je lijstje schrijven? De Amityville Horror. Daarom is ook bij horror. Omdat een horror achter staat en geen thriller. Dus ja. Dat waren de drie die klaar had leggen. Ik heb ook muziek, niet veel. Ik heb kinderfilms, ik heb actie, ik heb comedy. Ik ga er een comedy bij pakken die ik zelf heel erg leuk vind. 27 Dresses. Een super film. Het gaat over, weet ze ook, Jane, gespeeld door Catherine Hill, is een bruidsmeisje voor iedereen. Ze heeft 26 bruiloften gehad. En nou komt haar zusje naar haar toe, naar haar vakantie. En dit is de baas van Jane, waar Jane dus mooi verliefd op is. En haar zusje krijgt dus een relatie met Janes baas. En dat schiet Jane een beetje het verkeerde keelgat in. Maar ja, ze doet er niks aan de hand, dus ze speelt het perfecte bruidsmeisje. Doet gewoon wat ze moet doen en houdt er honderd over dingen. Ze doet gewoon poeslief, terwijl ze eigenlijk gewoon de zuster kop ervoor wil scheuren volgens mij. Maar dat is een beetje geplein. En dit is de journalist, Kevin. En hij schrijft een verhaal over de jurken die ze allemaal heeft gehad. Onbewust wordt Jane dus verliefd op Kevin. Ja, ja. En het leukste stukje in de film vind ik als Jane en Kevin dus op de bar staan, terwijl ze op het strand zijn. Een nummer zingen van Elton John, Belly and the Jets. En dat is gewoon zo'n leuk nummer, zeker als hun het zingen. Dit nummer dat we ook leuk gaan vinden. Niet zo leuk dat ik hem dus iedere dag draai, alleen als ik hem hierin hoor. Of wanneer die vast zit in mijn hoofd. Dit is op zich een film met grotere namen. Hij heeft ook wel weer een leeftijdsbeperking. De achterkant tegen. 6 jaar. Vanwege grof taalgebruik. En vanwege geweld. Ja mensen, daar wordt wat in geslagen. Niet veel, maar wel iets. Dit is echt zo'n leuke romantische film die je gewoon lekker samen kan kijken met twee meiden of zo. Echt zo'n girls night. Ik zou niet kijken op een date. Niet doen. Er zit wel een bekendere naam in, alleen staat dus hier achterop niet wie dat zijn. Of wie die is. ik weet sowieso dat dit Edward Burns is. Nou, dan hebben we natuurlijk Catherine. En hoe hij heet, wie zou het zijn, was James Marsden. Volgens mij zat hij ook. Ik ben niet zeker hoor. Maar zat er ook in X-Men. Speelde hij Cyclops, maar zeker weten doe ik het niet. Dat komt door dat gekke brilletje dat hij dan op heeft, maar dat was die volgens mij. Dit is het voor nu zo'n beetje. Heb je een film die je zoekt en je weet alleen een klein stukje of wie erin spelen? Kan ik je misschien helpen? Dus zet een reactie hier beneden. En hier zit hij volgens mij. Abonneer. Is altijd goed. En natuurlijk